Dit item wordt mede mogelijk gemaakt door Deltion College en IQ Media. Welkom allemaal bij deze persconferentie waarin we onze nieuwe hoofdsponsor zullen aankondigen. We zijn als PEC Zwolle zeer verheugd dat we een regionale ondernemer bereid hebben gevonden om met landelijke uitstraling bereid hebben gevonden om ons dit jaar van hoofdsponsorschap te voorzien. Het is een partij Molenkaten uit Hattem, wel bekend van onze rugpositie op het shirt. Van de rug naar de borst, waarom? De club zocht een nieuwe hoofdsponsor. Wij zijn al 3 jaar verbonden aan de club en hebben daar een heel goed gevoel op gedaan met de naamsbekendheid die we daardoor hebben opgebouwd. En we dachten, nou, dit is misschien een mooi moment om eens te kijken of de voorkant ook bij ons past als bedrijf. Was het een moeilijke beslissing? Nee, uiteindelijk zijn beslissingen nooit zo heel moeilijk. Je neemt ze toch vaak wel ook een beetje op gevoel. En het gevoel van Molenkaten bij de club is goed. De club heeft een uitstekend verleden. Past goed bij ons. En nogmaals, wij zijn als Molenkaten op zoek naar een manier om onze naamsbekendheid te vergroten. En voetbal is een van de sporten die daarin bovenaan staat. Ik ben zeker tevreden. Dit is gewoon belangrijk voor de club, voor de continuïteit. En nogmaals, door het onverwachte vertrek van Compello moesten voor het begin van de competitie een oplossing hebben. En die hebben we nu gevonden en ik denk dat het een hele mooie partner is. En we zijn ook zeer dankbaar dat Molenkaten dit wil doen. Waar bestaat die nieuwe samenwerking uit? Nou, dat ze het komende seizoen hoofd- en shirtsponsor zijn. En de komende 3 seizoenen daarna zullen ze hun vertrouwde positie op de rug weer innemen. En het is van hun echt uit een geste naar de club dat ze voor 1 jaar het voor op het shirt willen. Ik verwacht eigenlijk een continuering zoals we de afgelopen 3 jaar hebben samengewerkt. Alleen we hebben nu een andere positie. Ja, wordt er wennen dat de aankijk op het logo misschien anders is? Ja, wellicht wel. Het logo verandert gelukkig niet, maar wel naar de voorkant. Dus ja, misschien dat anders is. Ik ga het ervaren, de eerste wedstrijd.